misschien ook een stukje voor mij? Of nou ja, misschien wel een hele? Nee, mijn emmertje is leeg, maar je mag wel een stukje, hier. Breek maar af. Ik heb nu heel weinig over. Nou, ik eet even een hapje. Ja. Oh, ja, Rick, het is wel echt heel lekker. En mag ik nu weer terug, want het is wel heel weinig. Ja, zo, oké. Oh, zo lekker, hè? Hij is echt heel lekker, Rick. Ja. Hmm. Hey, maar mijn emmertje is leeg, Pien. Ja, ik had het al gezien. Jammer, hè? Ja. Hey, het zou fijn zijn als ons emmertje altijd vol bleef. Oh, ja. En dan gingen we een bakkerij beginnen. Ja. En dan gingen we het verkopen. Ja. En dan gingen we zelf snoepen. En dan zouden we ook heel veel geld verdienen. Oh, ja. Maar, nee. Het is echt leeg. Ja. Jammer, hè? Hey, nou. Er is een verhaal en dat gaan we zo horen. En dat gaat ook over dat iets er is maar heel weinig en dat raakt dan bijna niet op. Oh. En dan gaan ze het ook verkopen, want het wordt steeds meer. Ja. Nou, ga je mee luisteren? Ik ben heel benieuwd. Ja. Ja. En luisteren jullie ook allemaal mee? Want het is echt waar. En dan zien we jullie zondag weer. Doeg! Doeg! Zie je die vrouw daar lopen? Wat loopt ze langzaam, hè? En waarom haalt ze haar hoofd zo naar beneden? Het lijkt wel of ze huilt. Ja, inderdaad. Deze vrouw is erg verdrietig. Ze heeft zoveel zorgen. Een poosje geleden is haar man gestorven. Nu moet ze alleen voor haar 2 kinderen zorgen. Dat is heel moeilijk, want ze is erg arm. Ze heeft helemaal geen geld en geen eten meer in huis. Er zit alleen nog maar een klein beetje olie in een kruikje. En weet je wat nog erger is? Vanmorgen kwam er een man naar haar toe. Hij zei tegen de arme mevrouw, ik krijg nog geld van jou. Dat heb je een keer van mij geleend en nooit terugbetaald. Maar ik heb helemaal niks meer. Geen geld, geen spullen en zelfs geen eten meer van mijn jongens, zei de arme vrouw. De man zei toen, dan neem ik jouw 2 kinderen wel mee. Dan moeten die maar knecht bij mij worden. Ja, nu snap je wel waarom ze zo verdrietig is. Zal ze straks dan helemaal alleen overblijven? De vrouw weet niet meer hoe het nu verder moet. Maar ze heeft een plan bedacht. Ze gaan naar Elisa, de knecht van God. Misschien kan hij haar helpen. Elisa, zegt de vrouw huilend, ik weet niet meer hoe het moet. Ik heb niets meer. En nu willen ze ook nog mijn kinderen meenemen. De vrouw vertelt alles aan Elisa. Elisa luistert heel vriendelijk geduldig. Zal hij haar kunnen helpen? Elisa is niet rijk. Hij kan haar niet veel geld geven. Maar God kan wel helpen. Vrouw, vraagt Elisa, wat hebt u nog in huis? Ja, alleen maar een klein beetje olie, meneer, antwoordt ze. Ga naar huis, zegt Elisa. Leen bij de buren zoveel mogelijk kruiken en pannen en schalen. En giet die allemaal vol met olie. Snel loopt de vrouw naar huis. Ze roept haar 2 kinderen en vertelt hem wat Elisa heeft gezegd. Ga naar de buren en vraag zoveel mogelijk kruiken, pannen en schalen. Ja, maar, zegt een van de kinderen, we hebben dan zo misschien wel heel veel potten en pannen en schalen, maar we hebben toch maar een heel klein beetje olie. Dat is nooit genoeg olie om al die kruiken mee vol te gieten. Nee, de vrouw begrijpt het ook niet. Maar als Elisa het zegt, de knecht van God, dan is het net of de Heere God het zelf zegt. En de vrouw wil God gehoorzamen. Snel gaan de beide kinderen naar de buren. Kijk ze sjouwen. Weer een kruik erbij. Een hele grote. En daar komt de jongen al met 2 schalen in zijn handen. Hij zet ze bij al die andere kruiken en pannen die ze al opgehaald hebben. Dit was de laatste, mam, zegt hij dan. De deur wordt dichtgedaan en moeder pakt een kruikje met het laatste beetje olie. Ze schenkt de olie in een kruikje dat op tafel staat. Het kruikje gaat helemaal vol. Dan pakt ze een andere lege schaal en ook deze schenkt ze vol. En zo gaan ze maar door. De ene na de andere kruik, pot, pan of schaal schenkt ze vol. De kinderen zijn druk met het wegzetten van de volle kruiken en weer klaarzetten van lege kruiken. En het kleine kruikje, die raakt maar niet leeg. Wat een wonder. Een wonder van de Heere God.
Kinderen, geef nog een kruik aan, zegt moeder. Ja, maar alles is vol, moeder. Er is geen schaal meer om te vullen. Moeder kijkt rond en ziet de kamer vol staan met gevulde kruiken. Vol met dure olie. Wat zal dat veel geld waard zijn? Daar zien ze weer dezelfde vrouw op straat lopen. Nu loopt ze snel, met haar hoofd omhoog. Haar ogen stralen en op haar gezicht is een lach te zien. Als ze bij Elisa komt, vertelt ze over al die kruiken die vol zijn met olie. Elisa zegt, nu moet u die olie gaan verkopen, zodat u veel geld verdient. Van dat geld kunt u de schuld aan de man betalen. En al het geld dat nog overblijft, mag u houden om eten te kopen voor de jongens en voor uzelf. Wat een feest in het huis van de vrouw en de twee kinderen. De dag die eerst zo verdrietig begon, is zo blij geëindigd. Ik weet haast al zeker dat ze de heren voor dit wonder bedankt hebben. Wat een mooi verhaal, hè? Hey, en van dit verhaal hebben we weer twee leuke werkbladen. Veel succes en plezier ermee.